Het gerenoveerde binnenplein en prieeltje van het Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, NSBS, is vandaag opgeleverd. De stichting kan nu makkelijker activiteiten ontplooien voor haar leden en bezoekers hebben een prieeltje om buiten te zitten. De NSBS realiseerde deze makeover van het binnenplein met behulp van de Inner Wheel en Quota International. Natasja Hanenberg-Aghart, directeur van het Blindencentrum, is blij met het gerenoveerde binnenplein. Er zijn echter nog enkele andere zaken die moeten worden aangepakt, geeft zij aan. Wat we willen aanpakken is onze afwatering. Als het heel hard regent, is het terrein onder water. Het is minder prettig. Elektriciteitscapaciteit. We moeten onze bekabeling moeten we aanpakken. Onze capaciteit verhogen, zodat indien we wat meer willen aansluiten, weet je, ja. dat mogelijk is. Maar ook vanwege brandgevaar gewoon. Ja. Weet je? Voor de rest zijn er nog wat renovaties. Als ik kijk naar het plafond hier en daar, dat moet nog aangepakt worden. Okay. En ja, dat zijn enkele dingen. En hoe overleeft nu het blindencentrum? Nog steeds met donaties vanuit de samenleving. Ja, dat is onze bron van inkomsten. Mm-hmm. En daarnaast verhuur van onze ruimtes. En zo lukt het ons nog om te overleven. Aldus Natasja Hanenberg-Aghart, directeur van het Blindencentrum. Het gerenoveerde binnenplein is vandaag opgeleverd.